Doe je ogen maar open. Nou ja, wat je net hebt gezegd, dit wordt nog helemaal een leuk hoekje. Hier komen nog lampjes te hangen. Hier komt van Ria nog van die wandplein te hangen. Hier wou ik sowieso een beetje zo van die tentoonstellingen geven. Dat... Ja, hier kan er nog doorheen lopen. Dit gaat vanmiddag gedaan. Jij bent de radio aan. Nou, hier komt het AVB-hoek. Zou ik denken, ja, want het is ook met die ingang, als ze dan hier binnenkomen, is het natuurlijk wel leuk dat je meteen zo hier al een beetje zo'n hoekje hebt, dat je de koffie hier kan zetten. Dan kan je hierachter kan je gewoon ja, je behoeftes doen. Hier komt het toiletje in. Hier komt dus die kinderhoek waar ik het over had. En ik denk, maat, ik neem gewoon maar die beslissing, want het is dat geld, dat is er dan zo'n beetje. En ik denk, ja, het was ook voor mij... Ik had met Jan zoiets van, ja, is dat nou wel, zou je dat nou wel kunnen doen? Ik zei, nou, gewoon die 15.000 gulden, ik zet het er gewoon in. Jongens, mag het iets zachter? En ik denk, nou ja, laten we het gewoon maar doen. En hierboven wordt het dus nog helemaal wit geschilderd. Hierboven, hierachter, hier kan je dus ontzettend veel opslag kwijt. En, Guus, ja? Wacht eens even. Laten we niet overhaast reageren. Dat lijkt me geen goed idee. En wat vind jij, Fem? Ik dacht dat we misschien zo direct even gewoon rustig voor moeten gaan zitten. En het punt voor punt even doornemen. Anderhalf jaar geleden is er met meneer Geerlings, toen nog voormalig directeur in het pand, is overleg geweest over de verbouwing van de raam. Toen heb ik gezegd, geavanceerd boekhouden voor buitenlanders is gewoon te klein, omdat met die computers van tegenwoordig te weinig ruimte voor is. Toen heb ik besloten met jullie medewerkers hier een hok te gaan bouwen. Het enige wat je mij zou kunnen verwijten, dat ik op een gegeven moment gewoon het initiatief heb genomen om te zeggen van nou, pak die bouwmaterialen op, pak de boormachine. Toen ben ik met Jan en de kinderen begonnen. Ik heb Harry gevraagd of hij wilde helpen. Die staat nu geheel vrijwillig te schilderen. Nu krijg ik toch een beetje het idee dat net dat schakeltje, dat tussenstukje, dat er gewoon dat er een deeltje mist. En dan heb ik vaak het idee dat jullie mij dan iets in de schoenen schuiven. Maar ik ga hier toch geen dingen doen waar ik van denk van dat is allemaal uit eigen belang of eigen bejag. En dat merk ik dan een beetje. Ja, ik wil niet al te veel zeggen, Guusje, maar voor mij is de situatie wel duidelijk. Je hebt ons gewoon verraden. Ik heb jullie wat? Verraden, zeg ik. Ja. Dat is nog voor mij heel duidelijk. Ik heb jullie verraden. Dat voel jij ook zo, Femke? Ik zou het niet meer bewoorden nee, zeggen. Maar... dan weet ik dat. Voor mij heel duidelijk. Guus. Guus, kijk eens. Dat is nou ook weer... Nee, dat is niet de... Guus, dat is niet de bedoeling. Laat me. Heb jij het nummer van mijn Geerlings? We gaan Geerlings. Als jullie maar realiseren dat jullie mij kapot maken dan heel...